Als ik misschien nu 18 was geweest, met de kennis van die ik nu heb, dan was ik misschien niet naar school gegaan. Hey, op de Dopecash. Ik ben Chris. Ik ben Barry. En de vraag van vandaag is, moet je nog wel naar school? Moet je niet gewoon lekker stoppen met werken? Fulltime te gaan ondernemen? Fulltime te gaan traden? Is dat niet welke richting je op moet? Veelgestelde vraag. Veelgestelde vraag. We hebben die vraag letterlijk gekregen. En dat is ook het hele idee waarom we deze video vandaag hebben gemaakt. Want we kregen laatst een vraag van Patrick. Die zegt, jongens, ik ben 17 jaar. Ik ben bezig met mijn eigen onderneming en traden. Moet ik nog wel een vakopleiding gaan doen? En ik dacht, we krijgen die vraag zo vaak. Vooral van jongeren. Ja, vooral van jongeren. Ja. En in de livestream, in de DM's. En echt... Ja, mensen die daarmee zitten en die zeggen, oké, ik struggle daarmee. Wat adviseren jullie mij? Nou, we gaan in deze video niet een advies geven, dat is heel erg zwaar. Maar ik ga wel zeggen hoe ik er zelf over denk. Nee. En misschien de dingen waar je over na zou moeten denken. Hoe we er naar kijken, dat is heel belangrijk. We gaan hem heel breed trekken. En moet je dan naar school of moet je stoppen met werken om je te gaan focussen op treden, investeren of misschien zelfs wel ondernemen. Maar ik denk dat in deze video dat we... Een trader of een investeerder is ook een ondernemer. Eigenlijk een soort ondernemer. Je bent een ondernemer. Ja. Je bent je eigen baas. Je bent bezig met je eigen ding. En je bent vooral aan het uitvoeren wat jij leuk vindt en waar jij goed in bent. Nou ja, dat is wat een ondernemer, denk ik, een ondernemer maakt. Toch? Een ondernemer is niet per se iemand dat vooral jongeren tegenwoordig denken. Oh, een ondernemer. Ik wil ondernemen. Dat betekent voetjes in Bali, e-commerce en oh, let's go. Lambo's en weet ik veel wat. Ja. Een ondernemer is heel breed. Want heel veel mensen denken dus een ondernemer of jongeren. Die denken vooral die richting op. Ja. Dan zeggen ze, ja, maar ja, als iedereen gaat ondernemen. Dan hebben we dadelijk niemand meer die het normale werk doet. Ja, ja, een ondernemer, dan gaat er even een deur open vandaag. Een ondernemer moet ook gaan werken. Want een schilder, een stucador, is ook een ondernemer die uiteindelijk voor zichzelf werkt. Dus laten we het vandaag houden op ondernemers. En of je dan aan het traden bent, of je dan wel iets met e-commerce doet. Of je dan stucador bent, schilder bent, elektricien, het maakt niet uit. Iedereen die voor zichzelf aan het werken is, is een ondernemer. En die moeten nog steeds werken. Ja, en je hebt bij beide voor- en nadelen. Misschien komen we daar dadelijk nog op. Maar ik wil hem eerst even losknippen. Want vooral de vraag van Patrick. Die zegt, oké, ik zit te twijfelen over een vakopleiding. Moet ik nu verder gaan studeren? In Nederland heb je sowieso wel iets als een leerplicht. Dus tot je 16e ben je verplicht om naar school te gaan. Ja. Dat is gewoon, ja, laten we zeggen, je basisonderwijs. Je moet op basisniveau komen. Ik denk ook wel dat dat belangrijk is. Hè? Ja, nee, absoluut. Absoluut. Heel vaak zeggen mensen die denken van ons onderwijs dat wij zeggen school is slecht. Nee, ja, ben je gek. Je moet wel gewoon je basisdingen leren. Als jij op je 10e uit het nest wordt gehaald en je hoeft niet naar school en je hoeft dat soort dingen allemaal niet te doen, dan mis je ook een heel stukje sociale kennis, basisvaardigheden. Dus dat is gewoon belangrijk. Ja, laat dat duidelijk zijn. Je ziet tegenwoordig heel veel, ja, school, dat moet je niet doen of slecht. Hier kan geen discussie over zijn. Ja. Jij hebt scholing nodig. Scholing is super belangrijk. Dus tot je 16e ben je sowieso verplicht. Daarna, als je nog geen diploma hebt, ben je tot je 18e. Dat noemen ze dan kwalificatieverplicht. Dan moet je een soort van semi-vak richting gaan kiezen. Als je kiest voor scholing, en dan heb ik dus vooral het traject daarna. Dus wat doe je na je 18e? Ga je bijvoorbeeld, MBO, HBO, wat je gaat doen? Ga je die keuze maken? Want je moet met een paar dingen rekening houden. En dat is de zaken die de mensen heel vaak vergeten. Als jij kiest voor een studie, ik wil verder gaan studeren. Leuk, je gaat lekker stappen met je vrienden en zo allemaal. Maar er komt veel meer bij kijken, want scholing kost geld. Nou, scholing kost zeker geld. Want is me ook nog wel blijven hangen. Kendra had daar vorige vriendje. Mijn vrouw, die heeft de opleiding piloot gedaan. Ja. Ja, ik heb van meerdere mensen al gehoord, ook met Wilbert hebben we het erover gehad, die natuurlijk bij ons in de community zit. Ja, als je zo'n opleiding doet, is natuurlijk weer een hele andere vorm van, iemand anders wil misschien schilder worden of weet ik veel wat. Maar zit je wel in één klap al met 150.000 euro schuld. Ja. In één klap. Ik heb hier wat openstaan. Als we kunnen overschakelen. Ja. De gemiddelde studieschuld, en die betekent heel erg. De gemiddelde schuld is volgens mij op dit moment ergens tussen de 14.000 en 16.000 euro. Maar dat is gemiddeld. Er zijn uitschieters qua opleidingen, die gaan inderdaad naar de 60.000, 70.000 euro. En dat is bijvoorbeeld piloten, maar ook dokters, advocaten, weet ik veel, allemaal dat soort beroepen. Het probleem is, misschien gaan die mensen in de toekomst ook wel veel geld verdienen. Maar wat jij niet moet vergeten is, dat is een schuld die je vanaf het begin van je carrière al meeneemt. Je bent nog jong, je verdient nog niet veel geld. Maar je hebt al wel zo'n schuld op jouw naam staan. Die gaat niet weg, want jij moet je schuld afbetalen. Die schulden,
Volgens mij, ik heb het hier opengezet. Die schulden, die kunnen wel 15 tot 35 jaar duren. 35 jaar, dat is langer. Dat is langer als een hypotheek. Dat is de grootste investering die je in je leven maakt. Ja. Dus dit is super belangrijk. Jij bent nog jong. Je mist, met alle respect, je mist misschien nog wat levenservaring. Maar jij gaat wel een schuld aan die je waarschijnlijk voor de rest van je leven, ja, of voor de helft van je leven mee gaat dragen. Dat is ook zo. Dat is een belangrijke keuze. En vooral die vurigheid bij jou nu geeft aan hoe belangrijk jij dit vindt. Want we hebben het hier heel vaak onder elkaar ook over. En ook met jonge mensen die hier over de vloer komen. Het is gewoon super belangrijk om te weten welke keuzes jij hebt. Niet dat je, oh, je moet dit. Nee, je moet hem niks. Jij hebt maar één leven en maar één kans in het leven. En jij moet daar iets van maken. Ja. En jij moet daar het beste leven van maken wat je ervan kan maken. Dus de keuzes die jij maakt op jonge leeftijd. Tuurlijk wil je stappen. En tuurlijk is het allemaal niet belangrijk op dit moment. Maar het is heel belangrijk, ja, op dit moment. En waarom ben ik hier nou zo vurig over? Omdat ik dit zelf heb meegemaakt. Ik praat uit ervaring. Ik heb zelf ook een opleiding doorlopen. Opleidingen. Meervoud. Ik heb dat laatst volgens mij ook nog in een video aangehaald. Verhaal van. Ik heb meerdere opleidingen doorlopen. Daardoor heb ik ook een hele hoge studieschuld. Ik heb mijn studieschuld inmiddels afgetikt, omdat ik het geld daarvoor heb. Maar had ik dat niet gedaan, had ik er waarschijnlijk ook 30 jaar aan vastgezeten. Dus dat zijn grote stappen, beslissingen die je neemt, die invloed hebben op de rest van je leven. Ga ik je het grappige vertellen? Alles wat ik heb geleerd, alles waar ik voor heb gestudeerd, daar ben ik uiteindelijk niet iets mee gaan doen. Dus was het in mijn geval... Nee, maar daar moet je echt over nadenken. Was het in mijn geval... Ja. Was het dus nodig om dat te doen? Nee. Misschien niet. Nee. Misschien heb ik... Want ik heb meerdere opleidingen gedaan. Als ik al die opleidingen bij elkaar optel... Dan ben ik denk ik misschien... deeltijd, voltijd... Misschien 10, 12 jaar bezig geweest van mijn leven... Met het volgen van de opleiding. Wat had ik in die 10, 12 jaar kunnen doen? Als ondernemer. Ja, maar dat en is dat zo. Is een vraag dat die jij zo. Jezelf moet stellen. Die kan ik niet voor je beantwoorden. Nee, is zo. En natuurlijk heb je te maken met die feedback. Die krijgen wij natuurlijk ook vaak van mensen die zeggen... Ja, mijn schulden worden toch alleen maar goedkoper over de jaren. Weet je, die schulden worden alleen maar minder waard. En ik krijg salarisverhoging. Ja, dus het gaat uiteindelijk allemaal dat makkelijker. Dat is waar. Iets wat meetelt, ja. Maar dan nog zit je met een schuld. Ja. En die schuld moet je alsnog een keer afbetalen. En... Nou ja, je gaat ook over die schuld waarschijnlijk nog een klein beetje rente betalen. En dat tikt ook weer aan. Dus die basisschuld wordt ook weer een grotere schuld. Nee, maar... Dat is vooral omdat jij jong bent. Ik denk ook dat de ouders en leraren en zo, dat daar veel meer tijd aan moet worden besteed. Ja. En dat is ook wat waarom wij zeggen, we gaan jullie meer uitleggen over geld en over de beslissingen die je in je leven moet maken. Dit zijn grote beslissingen. Maar dit is het onderdeel school. Ja, ik heb het net al gehad over, oké, dan worden je schulden uiteindelijk misschien een keertje minder waard. Ja. Of je gaat meer verdienen. Ja. Dan ben je dus al aan het werk, anders verdien je geen geld. Ja. Nou, als je dus aan het werk bent, kan je dus ervoor zorgen ook dat je daadwerkelijk meer gaat verdienen. Dat kan. Ja. Alleen op een gegeven moment houdt dat meer verdienen wel ergens op. En als ondernemer zijnde, waar we het net over hadden, kan je alle kanten op. Als ondernemer zijnde is er eigenlijk geen plafond. En gaan we weer terug naar een stucadoor of een elektricien of weet ik veel. Iemand die gewoon lekker met zijn handen aan het werk is. Als jij voor een baas werkt, houdt dat ergens op. Ik kan zeggen, nou maar baas. Ik doe het zo verschrikkelijk goed. Je hebt mij echt wel nodig voor bepaalde dingen. Ik wil wat meer geld. Dan kan je misschien een keer meer geld krijgen. Maar als jij de baas bent en jij die mensen aanstuurt, dan kan je zoveel mensen aan gaan sturen als jij wil. Jij kan die fabriek uiteindelijk zo groot maken als jij zelf wil. Je kan misschien meerdere vestigingen gaan openen, andere dingen daarnaast gaan doen of weet ik veel wat. Je kan jouw plafond dus steeds hoger leggen voor jezelf. Dus een verschil ten opzichte van, oké, voor iemand werken of je eigen verantwoording nemen en het zelf doen, is ook heel groot. Ja, ik wil wel even wat intekenen. Kijk, weet je wat het is? Je hebt met zoiets te maken als, als ik hier twee assen neerteken, zo, dit is hetzelfde ongeveer. De eerste is loondienst, je bent een werknemer. Dan start je met een salaris. Krijg je op een gegeven moment, als je je werk goed doet, of als je misschien wat extra kwalificaties krijgt, krijg je een salarisverhoging. En dan ga je weer een beetje dit doen, en dan ga je weer iets omhoog. Het probleem is dat je heel snel steeds tegen dat volgende plateau zit. Dus hier ligt een plateau, daar kom je niet voorbij. Je kan wel tegen je baas zeggen, oké, nou, ik wil 5-10%. Zegt hij, nou, je bent een goede werknemer en ik respecteer jou en ik waardeer alles wat je doet. Oké, je krijgt die 10% erbij. Maar dat kan je maar een x-aantal keer doen. En je kan maar x-aantal keer in functie toenemen. En het probleem daarvan is dat het heel veel, als dit tijd zou zijn, dat het heel veel tijd kost om steeds een plateautje omhoog te gaan en in absolute getallen omhoog te gaan. Ben jij een ondernemer, dan komen ook nadelen bij kijken. Hè?
alle verantwoordelijkheid komt bij jou te liggen. Ja. Ben je een trader, ben je een investeerder, ben je een eigen ondernemer. Maar de mogelijkheid is wel dit. Je kan exponentieel groeien. Moet je er dan fucking veel effort in gaan stoppen en moet je er keihard voor gaan? En heb je ook de persoonlijkheid en 5 tot 9 en zo, dat bestaat allemaal niet. 9 tot 5. Die mentaliteit bestaat niet. Nee, maar die kans ligt er wel. Die mogelijkheid ligt daar. Ja. En je kan dat ook in een veel kortere tijd bereiken. Maar dat is de afweging die je, naar mijn mening, bij het werk moet gaan maken. Dus je hebt school en je hebt werk. En dan moet je daarna de keuze gaan maken. Oké, wat past voor jou beter? Want waar willen we uiteindelijk naartoe? Moet je nou fulltime gaan traden, investeren of ondernemen als je nog relatief jong bent? Want dat was de vraag. De vraagsteller die is in dit geval 17. Ja, nou ja, of je dat moet gaan doen, dat is uiteindelijk iets wat je voor jezelf uit moet gaan maken. Want jij moet weten, ja, welke kant wil je op? Wat wil je gaan doen? Maar het feit blijft wel dat als jij zo jong bent, dat je die risico's veel makkelijker kan dragen en veel makkelijker kan nemen als dat jij 35 bent, 3 kinderen hebt, een huisje hebt. En weet ik, dan kan je die risico's uiteindelijk veel moeilijker nemen. Leeftijd, dat is een feit. Nou, leeftijd speelt een hele belangrijke rol. Als jij jong bent, kan je inderdaad risico nemen. Ik denk ook dat het heel erg belangrijk is. Wat wil je in het leven? Ik heb dat bijvoorbeeld aan mezelf gezien. Ja, ik was bezig met die opleiding, maar ik wist eigenlijk niet wat ik wilde. En ik had daar misschien terugwerkend eerder over na kunnen denken. Had je veel gestructureerd al kunnen gaan. En dat is waarom wij de informatie delen. Een ander belangrijk punt wat ik ook denk wat heel erg belangrijk is. Wat wil je bereiken überhaupt? Wat is je doel in je leven? Wil je bijvoorbeeld echt voor jezelf iets opbouwen? Of wil je gewoon lekker carrière maken? Wil je een hele goede, goed betaalde baan? Het zijn verschillende paden. Het zijn verschillende carrières die je kan belopen. En het kan allebei tot succes leiden. Exact, want er is ook niet per se een goed of een fout. Want ik heb weer een hele andere route belopen dan jij. Ik heb niet die opleidingen gedaan. Ik heb ook dus niet te maken gehad met die studieschuld. Ik ben gewoon vanuit mijn school, ben ik gewoon gelijk gaan werken. Ik kwam van school af, ik had mijn middelbare schooldiploma gehaald en ik wilde gaan werken. Ik wist het nog niet welke kant ik op wilde, ik wist nog niet wat ik wilde gaan doen. Dus ik ben gewoon iedere dag ben ik keihard gaan werken. Overuren gaan maken, gaan knallen, gaan werken en zorgen dat ik mijn centjes in mijn zak had. En uiteindelijk ben ik erachter gekomen welke richting ik op wilde. Maar ik heb dus een hele andere weg al bewandeld als jij. Dus wat wil je in het leven? Weet je, wie ben je, waar sta je, welke kant wil je op? Dat moet je wel van tevoren. Nou ja, van tevoren moet je dat weten. Dat hoeft dus niet, want jij hebt een andere route bewandeld als ik. Ja. Maar het is wel makkelijk als je van tevoren een beetje weet welke kant je op. Kijk, weet je wat het is? En dat leer je met de jaren ook. Gewoon wie ben jij als persoon? Weet je van jezelf misschien, ja, als ik ergens aan start, ik heb een nieuwe hobby of ik sport of zo en ik haak snel af. Weet je, dan is het misschien, dat zou misschien een red flag zijn al. Als jij bijvoorbeeld voor jezelf een onderneming wil gaan starten. Of als je zegt, ik stop met werken, want ik wil fulltime traden. Dan zou ik zeggen, nou, als jij weet van jezelf, ik ben een beetje maar, lui. Doe maar niet gewoon. Ik loop vaak inderdaad de kantjes eraf. Of ik maak vaak dingen net niet af. Of ik raffel het liever af, want dan ben ik lekker snel klaar. Kan ik weer lekker op de Xbox of zo, weet je. Ja, dan weet je al voor jezelf, oké, als dat mijn karakter is, dan moet ik of heel erg veranderen. Mijn uiterste best doen om dat te veranderen, wat misschien heel moeilijk is. Ja, of ik moet misschien een andere richting opgaan. Ja, ik zeg altijd gewoon, uiteindelijk de keuze die je maakt, dat is echt ook een stukje gevoel. Waar ben jij goed mee? Misschien heb je een edge. Misschien kan je iets heel goed. Kan je dat utilizen? Kan je daar je voordeel mee doen? Wil je dat dan uiteindelijk voor een baas doen? Of wil je dat als voor jezelf gaan doen? En vooral, ik denk, waar heb je plezier in? Wat vind je leuk? 100%. Wil jij de aankomende 30 jaar puntje gaan doen? En wat dat dan ook is. En je voelt je daar goed bij? Moet je dat doen? Ja, 100%. Want je hebt maar één kans in het leven. En als je dan iets gaat doen 30, 40 jaar lang wat je niet leuk vindt. Ja, dan ga je iedere dag met tegenzin naar je werk. Want ook een ondernemer, nogmaals, moet nog steeds werken. Ga je iedere dag met tegenzin naar je werk. Doe je iedere dag iets wat je niet leuk vindt. En je hebt, zoals we net al hebben geschetst, maar één kans. Waarom zou je dan heel je leven iets gaan doen wat je niet leuk vindt? Ja, dat is gewoon het allerbelangrijkste, denk ik. Daar kan geld niet eens tegenop. Tuurlijk is geld superbelangrijk. En je wil uiteindelijk groeien en je wil uiteindelijk doorpakken. Maar je moet wel elke dag doen wat je leuk vindt. Anders kan je het niet volhouden. Ja, en verpest je dat ene leven die je hebt, die verpest je zelf. Zit je nou thuis te denken en denk je, nou, ik vind het nog steeds heel erg lastig om die keuze te maken. Dan denk ik, waarom doe je het dan niet zoals wij dat zelf ook hebben gedaan? Denk niet in of. Denk niet, oh, ik moet naar school of werk of ik ga dat doen. Waarom doe je het niet en? Probeer het allebei. En op een gegeven moment weet jij vanzelf, dat ga je voelen, wat past beter bij mij. Dat ga je 100% voelen. Dat is denk ik ook de allerbeste manier, want je kan niet, zeker niet op jonge leeftijd al 100% de keus maken. Tenminste, heel veel mensen kunnen dat niet. Vincent bijvoorbeeld heeft dat wel op een jonge leeftijd gedaan. Omdat hij heel goed wist wat hij wilde. Ja.
Alleen, het is voor bijna iedereen makkelijker om gewoon te zeggen, ik doe en. Ja. En ik heb mijn baan, waar ik of een papiertje voor heb gehaald, of waar ik van school ben gegaan, ik ben dat gaan doen. In onze gevallen dan. En daarnaast ga ik er iets bij doen. Nou, met hetgene wat ik erbij doe, creëer ik iets meer ruimte en lucht voor mezelf, waarmee ik er misschien nog iets bij kan doen, of waarmee ik kan zorgen dat ik met de cashflow hetgene wat ik leuk vind kan uitbouwen tot iets groters, waarbij ik misschien het werk wat ik misschien minder leuk vind kan afschalen en misschien zelfs mee kan stoppen op een gegeven moment. Maar het makkelijkste is om het gewoon allebei te doen, om het lekker naast elkaar te houden, naast elkaar te laten lopen en zo gewoon op een gezonde manier te kijken welke van de twee je nou wel leuk vindt, wat je wel wil laten groeien, wat niet, waar steek ik mijn tijd wel in, waar steek ik mijn tijd niet in. Ik denk dat je uiteindelijk echt moet gaan experimenteren en onderzoeken wie je bent in het leven, wat er bij jou past, welke kant je op wil. Dat kan niemand voor je bepalen. Ja, kijk, ik denk ook dat je dat als 15-jarige of 16-jarige zelf ook nog helemaal niet kan bepalen. Nee, dat is heel moeilijk. Dat is heel lastig. Ja. Dat hebben wij dus zelf ook gaandeweg langzaam geleerd. Maar ik denk wel dat je er al over na moet denken en dat mensen om jou heen je erbij kunnen helpen. Het voordeel wel wat je hebt is dat die drempel om een omslag te maken steeds lager wordt. Je kan online alle informatie vinden die je maar nodig hebt. Wil jij een onderneming starten? Ja, wat heb je tegenwoordig nodig? Een PC nog, weet je? En je kan heel ver komen. Ja. Dat kan je echt in je voordeel gebruiken. En dan heb ik het nog ineens over AI en weet ik wat allemaal. Marketing, wat je er tegenaan kan gooien. Maar die drempel wordt steeds lager. Dus het gaat vooral om de keuze die jij maakt. En uiteindelijk ga je er dan vol voor. En dat is uiteindelijk, ja, de keuze die je zelf zal moeten gaan maken. En wat je zelf zal moeten gaan ervaren en ontdekken. En dat is superleuk juist. Ja, en ik hoor ook heel vaak wel van jonge mensen. Ook van, laten we zeggen, vanaf een jaar of 18. Die dan zeggen, ja, maar ik heb een heel goed idee. Bijvoorbeeld dat ze al vanaf de 16e bezig zijn met het maken van kleding. Bezig zijn met het maken van kleding. En die zeggen, ja, ik wil wel die next step maken. Maar ik heb het geld niet. Nee. Weet je? Er zijn ook altijd manieren voor. Want er komen ook bij ons wel eens jongeren die zeggen, nou ja, luister, ik heb een heel goed idee. Als wij daar wat in zien, dan vinden wij dat ook tof om die mensen uiteindelijk weer te helpen. Ja. Dus je moet niet denken in beperkingen. En niet denken, ja, ik kan dit niet. Of ja, ik heb geen geld. Want dan ga je op zoek naar geld. Dan ga je op zoek naar de oplossing. De oplossing die is er uiteindelijk altijd. Alleen je moet hem wel zoeken. De oplossing die ligt niet ineens op de deurmat. Nou ja, ik zeg altijd, in het huidige tijdperk waar wij nu in leven, de kans van slagen is nog nooit zo hoog geweest. Als jij iets kan en je kan het goed en je hebt de overtuiging en je hebt een edge, kan je geld verdienen. De wereld ligt aan je voeten met het internet. En dat is uiteindelijk iets wat je voor jezelf moet gaan uitvinden. Ik snap dat het heel moeilijk is op jongere leeftijd, maar moet je dus naar school, moet je dus gaan werken. Ja, daar is geen goed of fout. En is uiteindelijk denk ik altijd vaak een verstandige keuze. Goed, wat doe jij zelf? Wat heb jij zelf gedaan? Ben je misschien al wat ouder en kijk je naar deze video? Ben ik ook heel benieuwd naar hoe heb jij dat zelf gedaan? Hoe ben jij gekomen waar je op dit moment nu staat? Of ben jij jong en sta je op de splitsing van oké, welke kant moet ik op? Laat een reactie achter onder deze video. Misschien maken we nog wel een vervolgvideo om een aantal vragen hierover te beantwoorden. Dat kan zomaar. Dus laat het even achter. Vergeet niet even op de duim te smashen en abonneer op dit kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Voor nu zeg ik heel erg bedankt. Graag tot volgende keer. Later. Okay.